Als het even kan, dan schrijf ik de dingen graag zo kort mogelijk, maar wel zo goed mogelijk op. Met een pijlenketting kan je een regel in woorden een stuk korter, maar net zo goed opschrijven. Als je de video over regels in woorden hebt gezien, dan weet je misschien nog dat ik wel vroeger eens auto's heb gewassen. Voor 3 euro per auto. In plaats van een hele zin op te schrijven om uit te rekenen hoeveel ik kon verdienen, maak ik daar nu een pijlenketting van. Je ziet dat de pijlenketting een getal heeft wat je erin stopt, in dit geval het aantal auto's, en een getal wat je eruit krijgt, in dit geval het bedrag. Op de pijl staat wat voor berekening je moet doen, hier dus keer 3. Je ziet dat dit een stuk korter is dan een hele regel in woorden op te schrijven. Ook het voorbeeld van mijn spaarpot, 2 euro per week plus de 10 euro die er al in zit, kunnen we beschrijven met behulp van een pijlenketting. Dat wordt dus aantal weken, pijltje, met keer 2 erop, dan nog een pijltje met plus 10 erop, is het bedrag. Je ziet dat ik tussen de twee pijltjes puntjes heb geschreven. Dit doe ik omdat ik daar dan een tussenantwoord kan opschrijven. Een voorbeeld hoe je met een pijlenketting kan rekenen. Ik heb de pijlenketting, aantal foto's keer 5 plus 250 is bedrag. Hiermee kan ik dus berekenen hoeveel ik moet betalen als foto's 5 cent per stuk kosten en er voor 2,50 aan verzendkosten bij komt. Als ik 20 foto's bestel, dan krijg ik dus 20 keer 5 is 100, 100 plus 250 is 350. 20 foto's bestellen kost dus 3,50 euro. Als ik 70 foto's wil bestellen, doe ik 70 keer 5 is 350. 350 plus 250 is 600. Dus 70 foto's bestellen kost in totaal 6 euro. De pijlenketting is een overzichtelijke manier om regels in de wiskunde weer te geven. En ze zijn vooral erg makkelijk om ermee te rekenen. Maar we hebben nog een manier om regels weer te geven, namelijk een formule. Maar daarover later meer. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. We'll be right back.